leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Rianne en ik ben hier weer, zoals jullie zien. Ik ben weer in een nieuw huisje ingegaan en we gaan weer lekker aan de slag. We gaan weer lekker aan de slag, jongens. Want deze muur moet dus nog gedaan worden. Gisteren waren we namelijk net uit eten gegaan en waren we daar niet meer verder gegaan. Dus deze muur moet dan echt nog vandaag even gedaan worden. Deze muur ziet er zo goed uit. Ik ben zo blij dat we een tweede laag hebben gedaan. Hij ziet er echt heel goed uit. Alleen sommige naden die, die laten we een beetje los. Kijk, ik ga er maar niet te veel aan zitten, maar daar kijk ik morgen weer even naar. Want ik, we denken dat het gewoon te snel gedroogd is of zo. Dat denk ik. Geen idee. Ik ben ook geen expert. Maar goed, ik ga nu verder met verven met de volgende laag voor deze muur, want deze moet ook twee keer. Dus ik doe het nu even snel en dan ga ik tussendoor even heel misschien even naar de kapper of zo. Tenzij dat zo snel droogt, dan ga ik meteen verder. Maar... En de stopcontacten moeten trouwens ook nog opgehouden worden, dus dat ga ik sowieso eerst even doen. De kapper is niet echt van belang nu. Maar het moet wel gedaan worden, maar het is niet echt van belang nu. Maar... Ja. Even een roller erbij gehaald, die had ik niet meer, dat wist ik ook niet. Dus ik moest net, ik was hier net al. Het is inmiddels alweer een uur verder. Ik moest een roller halen, nou ja. Laten we gewoon maar lekker gaan verven. Nou, daar gaan we hoor jongens. De tweede kleur. Zo, ik neem jullie heel even mee, want ik kan wel een paar tips al uit gaan delen. Tip 1 is, neem altijd een vochtig doek bij de hand. Niet te vochtig. Goed uitknepen. Dan moet ik even mijn handen drogen, want anders gaat het niet goed komen met de camera. Zo. En waarom moet je die vochtige doek dan meenemen en bij de hand houden? Nou, dat kan ik je meteen al laten zien. Want ik ben ook geen profverver. Inmiddels word ik dat wel na zoveel dagen, maar kijk. Iedereen knoeit, ook ik. Dus hier heb je gewoon even een vochtige doek voor nodig. Want ook al leggen de kranten, je knoeit er altijd wel naast. Dus ja, daar heb je dus de vochtige doek voor nodig. En dan komt meteen tip nummer 2. En dat is, dat kan ik niet helemaal nu laten zien, want ik ga nu met een nieuwe baan beginnen. Als je hele lichte verf hebt en je hebt nog nooit geverfd, dan is, is deze tip echt goud. Ik zie het drijver, jongens. Drijvers, dat wil je echt niet. Dat wil je niet.
Hier komt de tip. Deze tip is niet van mij trouwens, deze tip is van mijn oma, maar ik geef hem door aan jullie. Ja, als je gaat verven, dan verf je natuurlijk altijd zo. En ja, je hoeft me niet te vertellen dat mijn rollen er niet op zitten. Ik zie nog meer druipers wachten. Ik denk dat ik al weet waar die druipers vandaan komen. Je hoeft me niet te vertellen dat mijn rollen er niet op zitten. Klopt, dat weet ik. Maar hij past er een soort van niet op of zo. Ik krijg hem er niet helemaal op. Ik heb al alle mankracht heb ik al gebruikt, maar ik krijg hem er niet op. Dus zo kan dat ook. Je moet alleen uitkijken dat je niet met dit op de muur gaat. Maar goed, als je gaat verven en gaat rollen, dan rol je altijd zo. Dat klopt. Maar als je dat dan helemaal gedaan hebt, die baan, dan moet je ook nog even zo. Want dan dekt hij extra goed. Dus dan rol je eigenlijk ook gewoon nog zo. Het is altijd rechtdoor en dan even zo. Dus dat is tip nummer 2. En tip nummer 3 is, als je hele lichte verf hebt zoals ik, deze verf zie je namelijk bijna niet. En dat is echt heel moeilijk. Dus ik doe nu verf per baan. Dus ik heb hieronder gewoon vliesbehang hangen. En die banen die volg je dan met verven. Dus je ziet hier je naad. En tot daar ga je dan verven. En dan doe je gewoon weer de volgende baan. En de volgende baan. En de volgende baan. Ja, dat is tip nummer 3. Ik kom echt heel goed in mijn woord vandaag. Nee. Maar goed, ik ga even verder, want ik wil deze muur gewoon af hebben binnen nu een half uur, hoop ik. Zo jongens, we zijn inmiddels al ruim anderhalf uur verder, maar de muur is af. Yes! Dat voelt goed jongens, als de muur af is, dat voelt goed. Het verf zit erop, jullie zien het niet echt. Misschien zie je het wel, misschien niet. Maar zelf zie ik het wel, het is een beetje inderdaad kremmig. Maar ook een klein beetje een groen tintje zit erin ofzo, weet niet. Ik ben ook blij dat het erop zit. Nu kan het even drogen, want ik voelde net die eerste wand en die is al helemaal droog. Ja, dit is oude verf hoor, maar hij is droog. Dus, en top. Ik ga even op zoek naar wat eten, want mijn maag die protesteert echt heel erg nu. Vind ik niet zo gek, want het is inmiddels... Oh, er zit een tapeje onder mijn schoen. Maar het is inmiddels ook al 2:30 en oh, hij is al weg. Dus ja, ik heb een beetje trek. Dus ik ga even op zoek naar eten. Daar zijn we weer. Inmiddels heb ik al gegeten en heb ik inmiddels ook de stopcontacten er weer op gezet. Maar ik kwam er al vrij snel achter. Hier was ik al bang voor eigenlijk. Dat het veel te breed hebben genomen met het afplakken. Dus dat ga ik allemaal even nog bijwerken. Met een kwastje. En kijk, hier ook. En ik zag het in de keuken, zag ik het ook al. Dus ik gebruik even een klein kwastje. De groene verf, want er is nog wel wat over. En dan gaan we dat gewoon even een beetje bijwerken. Eerst gaan we het even aftapen, zodat we niet op de stopcontacten gaan verven. Die wil ik wel een beetje mooi weer in de wind houden. Zo. Kom dat eruit. Want die wil ik wel een beetje mooi wit houden. Dus. Tip. Tip. Hebben jullie dat ook als je zo aan het klussen bent? Dat je gewoon echt alles, maar ook echt alles kwijt bent. Echt alles. Want ik kan nu gewoon geen tape vinden. Oh daar.
gevonden. Soms kijk ik er zo erg overheen. Maar die zit bijna op. Nou ja. Goed, we gaan het nu even allemaal aftepen en dan gaan we lekker weer verven. Nou, de stopcontacten zijn bijgewerkt. Dus we halen meteen de tape eraf. En dat is meteen een gouden tip, jongens. Een gouden tip. Ik ga allemaal gouden tips zeggen even vandaag. Haal meteen de tape weg. Echt waar. Zo, dan doen we dat ook hier. Hier hebben we nog meer tape. Allemaal weg. Ik merk dat deze nog niet helemaal vast zit. Nou ja, geeft niet. Maar geloof mij, deze tip is echt goud. Want ik ervaar het nu zelf. En dat kan ik jullie nu laten zien. We hadden gisteren een beetje haast met weggaan natuurlijk. Omdat we anders weer te laat kwamen voor de reservering. Dus hebben we een paar tapejes laten zitten. En dat hadden we eigenlijk beter niet kunnen doen. Want hier krijgt het er bijna niet af. Eigenlijk niet. Hier zit dus al mijn tape. Daar zit al mijn tape. Dus ja. Dus dit ben ik nu allemaal aan het proberen toch haar af te krijgen. En dan gewoon met een stellingsmes en dat zwarte ding daar even om het een beetje recht te houden. Maar jongens. Oeh, het is een drama. Het is echt een drama. En hierdoor ben ik ook nog weer langer bezig dan gedacht. Want ik wou eigenlijk een beetje vroeg naar huis vandaag. Maar goed. Ondertussen is deze weer bijna aan het droog. Want ik heb nagedacht, dit zijn de laatste banen die ik net heb gedaan. En die zijn nu al bijna droog. Het is super mooi weer buiten. Dus daar ben ik heel blij mee dat ze nu al bijna droog zijn. Toen kan ik er zo meteen even. In één keer overheen met de roller alleen. En dan heeft hij ook weer een tweede laag gehad. Maar eerst ga ik even al die tapejes weghalen. Want als ik hier nog langer mee ga wachten, gaat het alleen maar moeilijker af. Kijk. Oh, ik was dus op. Ik was nog niet klaar met verven. Ja, je komt altijd wat tegen, echt. Je bent nooit klaar. Zo, nou, alle tapejes zijn er allemaal af. En ook allemaal opgeruimd inmiddels. Ik ben even met het doekje, dat is weer een tip. Ik ben met een doekje langs alle stopcontacten even geweest. Dat er ook geen verf meer op zit. Weer een tip. Jongens, het houdt niet op vandaag. Er blijven tips komen. Ik ga nu alle tapejes hier alvast eraf halen. Dan kan ik daar zo meteen ook geen fouten mee maken. En dan gaan we hier ook gewoon lekker overheen kliederen. En ik zie dat ik hier nog niet geverfd heb. Dat geeft niet. Het zonnetje schijnt goed hier. Het is flink warm. Het zal van de zomer wel lekker warm worden hier. Nou ja. Zo, nou, nog even stopcontact en dan gaan we even heel snel over deze muur heen. Ik kan gelijk naar huis. Even snel nog verven, stofzuigen even. Alle kranten kunnen weg. En dan kan ik gewoon lekker naar huis. Want ik heb vanavond ook nog hockeytraining. En ik wil eigenlijk wel heel graag even lekker trainen. Want ik heb inmiddels ook al 2 weken de sportschool niet gezien. En ik merk dat ik het heel erg mis. Ik mis het echt ontzettend. Dus ik wil gewoon vanavond even lekker rennen en sporten. Even, nou de energie heb ik niet, maar gewoon even lekker sporten. Ik mis het zo erg. Dus, maar eerst die muur.
Oké. Jongens, laatste kwast aan deze muur en hij is klaar. Want ik zag hier nog wat tapejes hangen en ik haal hem meteen weg. Beetje bijwerken. Zodat we daar ook geen last hebben straks van. Dat was echt Nederlands. Hij is klaar, jongens. Ik ben er zelf ook klaar mee, maar hij is klaar. Yes! Nu gaan we alle tapejes eraf halen en kranten opruimen en stofzuigen en dan kan ik naar huis. Woehoe! Dus dat gaan we nu even doen. Dus ik ga het nu even doen. Ik ben alleen vandaag, dat is me misschien wel opgevallen, maar het is voor de eerste keer dat ik alleen aan de klus ben. Maar het is ook wel even lekker. Ik kan zeggen dat het echt wel even lekker is. Ik kan een beetje wennen aan het alleen zijn. En ik kan je vertellen dat ik het echt wel even lekker vind. Even niemand om me heen. Dat is ook wel eens lekker. Daar gaan we hoor. No one. Dat is zo lekker om te doen, hè, dit. Kijk, ik moet ook even mijn doekje langs de vloer, want... Ja, helemaal zonder knoeien, dat gaat gewoon niet. Dit is rot. Precies op mijn geverfde muur zit er nu een mug. Ik ga hem nu ook niet weghalen. Want dan maak je alleen maar meer schade. Even kijken hoe laat het is. Want... Dacht ik al. Het is nu 4:30. Maar goed, die muren zijn klaar. Stopcontacten zitten er ook al op zelfs. En daar ook. Ik heb even gestofzuigd. Ik heb gewoon alles even weggehaald. Tape weggehaald. Als het goed is zit er nergens meer tape. En anders komen we er vanzelf wel een keertje tegen. Ja. Ik mag zuchten, jongens. Ik mag zuchten. Ik ben er klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb hier 3 vuilniszakken. Hier eentje en daar nog 2. Die neem ik zo meteen mee naar buiten. Want die kunnen in de vuilnisbak. En dan ga ik lekker richting huis. Het is richting Moordrecht. En dan ga ik even kijken of ik wel ga hockeyen. Want het is nu 4:30. En ik schat omdat ik 5:15 en 5:30. Moet ik weer weg. Dus het wordt erg grappig. Het wordt erg grappig. Maar we gaan het zien. Daar zitten ze dan. Jut en Jo. Nou, ik zal ze toch echt zo moeten gaan storen. Want ook de schommels gaan zo meteen weg. Ja, Amy. De schommels gaan zo weg. Het is wat. Ik ben inmiddels weer in Moordrecht aangekomen. En kijk dit. Hey, acrobaat. Ja. Ja, acrobaat. Kijk, Sky is net wakker. Oh, maar goed. Het is inmiddels 6:00, dus ik had de hockey sowieso niet gehaald. En weet je, soms moet je gewoon even aan jezelf denken. Dus, helaas. Pindakaas. Ik ga even heel snel wassen, wat ik hoorde net van Maris. Dat ik waarschijnlijk deze vlekken er niet mee eens uit gaat krijgen. Want dit zit er al vanaf gisteren. En deze paar vlekjes zijn er wel vanaf vandaag weer bijgekomen. Dus ik ga even heel snel wassen en ik hoop dat het eruit gaat.
En dan ga ik hier nog weer aan de gang met inpakken. Want er moet gewoon echt nog heel veel van de muur af. Dit moet er allemaal af. Dus nog genoeg werk te doen vandaag. Goed, ik ben inmiddels helemaal aan het inpakken. En ik heb inmiddels wel 2 dozen vol. Maar nu ben ik even mijn sokken uitzoeken. Want als jullie mij langer volgen, dan weet je hoe erg mijn sokkenla is. Het is letterlijk een sokkenla. Ja. Ja. Dus ik ben nu even aan het checken welke allemaal compleet zijn en welke niet compleet zijn. En ja, die gaan dan allemaal weg natuurlijk. Dus voorlopig zijn we dan bezig. Oh, het houdt niet op jongens, maar als ik nu ga stilzitten, ik ga nu niks doen, dan kak ik zo erg in. Dat is echt, eigenlijk nu even niet goed, want er moet nog zoveel gedaan worden. Dus ik ga nu gewoon lekker door, muziekje aan. En we kunnen dit. Terwijl mijn vogeltjes lekker aan het zingen zijn. Oh, ik ben zo benieuwd hoe mijn vogels dat gaan vinden. Want ik ben er inmiddels al een paar keer geweest, maar ik ben echt heel benieuwd. Het is zoveel lichter dan hier. Die vogels die gaan leven, dat kan ik je nu al zeggen. Die gaan echt leven. Die gaan zingen, schor zijn. En die gaan zonnen totdat ze helemaal bruin gebakken zijn. Nee, dat kan niet. Maar het is echt gewoon, voor hun is het al heel wat beter daar dan hier. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk. Ik ga nu even verder met die zoeken, want anders komt het alsnog niet af. Dus ja. Oh, het is weer lekker donker zoals gewoonlijk. Maar hier gaan alle medailles. Ik heb er echt zoveel. Wacht, ik zal het even licht houden. Ik weet echt niet helemaal hoeveel ik er al heb. Maar dat mag ook wel, want ik zit inmiddels al 8 jaar op hockey. Dus dan mag dat wel. Zoveel medailles op. Ik doe ze gewoon lekker in mijn sporttas. En dan ga ik de kerstverlichting langzamerhand ook eraf halen. Want ik heb de harde ledverlichting allemaal al eraf gehaald. Die kast is helemaal leeg. De laders onder mijn bed zijn leeg. Het bureau is leeg. De kast is leeg. Ja jongens, ik heb de smaak te pakken. Ik ben ineens de vaart erin. Hoppakee. Dus we gaan vanavond ook deze kast nog even uit elkaar halen. En inmiddels is hier alle vuizen ingebouwd. Pakieten zijn inmiddels in de kooien en dat doen ze altijd automatisch. Gaan ze rond 8 uur, 9 uur, gaan ze een beetje zelf de kooi in en gaan ze slapen. Hoef ik niks voor te doen. Doen ze allemaal zelf. Top. Zelfstandige pakieten. Dat is fijn. Ik ga gewoon nog even lekker verder hier, maar ik ga niet meer verder met vloggen, want anders wordt het veel te lang. Dan wordt de vlog gewoon echt veel te lang. Volgens mij is die al best wel lang. Dus vonden jullie deze vlog nou heel erg leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, dan kan je dat hier beneden op mijn kanaal doen. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Doei doei!